Ja. Hallo, ik ben Roberto en ik kom van Nederland en ik heb de Sakantai trek geboekt bij Sakantai Explorers. 5 dagen van trekken met 4 nachten. Ik heb nou juist specifiek gevraagd voor een boeking met een lodge erbij. Dat is me eigenlijk heel goed bevallen. Ook omdat het op dit moment regentijd is, kan het nou behoorlijk regenen, 's nachts en overdag kan het ook regenen. Ik heb de mazzel gehad dat ik gewoon wel droog ben gebleven in die lodge. Het is ook nog eens prachtig weer geweest. De zon heeft ja, mooi gestraald. De tour op zich, algemeen, moet ik echt aanbevelen. Het is zeer goed georganiseerd. De uitleg was zeer correct en de lunch en de avondeten waren heel goed georganiseerd en voorbereid. Dus daar ben ik echt ontzettend tevreden mee. Verder is het de trekking op zelf vond ik niet zo zwaar als ik had voorgesteld. Ook omdat de voorbereiding voor mezelf ook wel redelijk redelijk was goed optimaal. Dus daarom vond ik de tour niet zo zwaar als dat ik had gedacht. Dus dat maakte het ook wel prettig om gewoon lekker mee te lopen met een kleine groep. Ja, uiteindelijk is het gewoon ja, de tour gewoon heel erg goed bevallen. Vervolgens heb ik nog wel kleine puntjes waar nog aan gedacht kan worden aan de tour. Zoals bijvoorbeeld de middageten, de lunch tijden kwamen niet helemaal correct overeen met wat gepland was, maar dat is voor mij geen probleem. Het was af en toe ook nog eens een koude lunch, wat ik niet had verwacht, want meestal is het gewoon wel warm. Dat was voor mij dan niet zo'n nadeel, want ja, we moeten eenmaal gewoon wat eten 's middags en ja, als het nou een beetje koud is, dan maakt het ook weer niet uit. Daarnaast kan ik nog een positieve beoordeling geven over Joja zelf. Hij spreekt goed Engels, kan goed dingen uitleggen. Ik heb ook geduld over ja, om toch gewoon met elkaar te communiceren. Dat maakt het ook wel prettig dat iemand ook Engels sprekend kan dingen proberen uit te leggen. En ook het Spaans ook een beetje probeert bij te leren. Want voor mij is het Spaans nog niet helemaal, ja, is nog niet helemaal oké. Okay. Ja. Dus op het algemeen, mijn algemene oordeel is, boek deze trekking, want het is hartstikke goed, een hele mooie, prachtige ervaring. Dus ik zou zeggen, neem Josias als guide en hij leidt je de weg. Ja. Oh.